Laatste one. Ja, hier, Brazinga was terug met de Benhammer. Juist. Welkom bij deze nieuwe video, dames en heren. Vandaag gaan wij kijken naar allemaal bekende streamers of Fortnite-YouTubers die geband worden in Fortnite terwijl ze aan het streamen of aan het opnemen waren. Daar heb ik heel veel zin in en ik hoop jullie ook. En daarom vraag ik op dit moment zoveel en zo snel mogelijk die like achter te laten. Laten wij daarom vandaag proberen de 1000 likes weer te halen. Zou super nice zijn als jullie dat weten te halen. En als je naar deze screenshot kijkt, zie je dat de helft van de mensen die mijn video's kijken niet geabonneerd zijn. Dus ben je nou aan het kijken en zie je dat je niet bent geabonneerd? Klik dan alsjeblieft even op het abonneerknopje. Support je mij natuurlijk enorm. En kan je gewoon veel vaker video's van mij kijken, omdat je die dan natuurlijk gewoon in je subbox ziet of een melding krijgt. Dus als je dat hebt gedaan, ben je een grote baas. Laat even in de comment weten of je geabonneerd bent om een hartje te krijgen. En dan ga ik niet langer ophouden. We gaan gewoon gelijk door naar de clips, dames en heren, van allerlei mensen die geband worden. Dus dames en heren, geniet ervan en let's go! Oké, dames en heren, we beginnen dus de allereerste clip met TeeFee, die blijkbaar een keer geband is. En ik herinner me deze clip heel goed, omdat dit toen viral op Twitter is gegaan en die inderdaad hierdoor toen geband van is. Door of Fortnite of door Twitch, ik weet niet meer precies wat het zeker was. Maar, vind je dit nou leuk? Laat dan even een like achter, support je mij natuurlijk enorm. En als je nog niet bent geabonneerd op mijn kanaal, abonneer dan sowieso ook eventjes, want dan support je mij natuurlijk enorm. Want er zijn gewoon heel veel mensen die mijn video's kijken niet geabonneerd. Maar, wat het dit was, je plaatst inderdaad een trap neer, je editte iets en wanneer je die trap dus wegsloeg, ging het hele gebouw wat daaraan vast zit dus gewoon weg. En hier heeft hij dus alles aan elkaar vastgemaakt, zoals je kan zien. En letterlijk heel Tilted Towers verdwijnt gewoon. Kijk, letterlijk alles verdwijnt gewoon wat hij weg heeft gehad en wat hij heeft geraakt. Yeah. Was echt bizar. Dit was echt een van de bizarste glitches die denk ik ooit in Fortnite gezeten heeft. Want letterlijk heel Tilted Towers verdwijnt. Nou, kijk, alles verdwijnt. Letterlijk alles verdwijnt. Hoe bizar is dit? Dit was echt bizar. En dan hierna werd hij geband. En dan gaat hij dus iets over zeggen. Let maar op. Kijk, wat gebeurt nu? Today I'm going to be addressing the situation which I got banned on Fortnite. Okay, yeah, I banned in Fortnite, inderdaad. Dat was het. My account was inactive or deactivated or something. Klopt, maar dat komt dus omdat hij dat weer heeft weggehaald. My alt account that was inactive as well. Okay, dus zijn tweede account is ook alt, of zijn alt account is dus ook gedisabled, waar hij niet op kon spelen. I had nothing in my emails, so I was just like freaking out. I was like, I don't know what's going on. Like, where my account's banned. Like, I'm never getting them back, which is fine. You know, it was my... En dit is het moment dat TeeFee dus nooit meer skins ging kopen op dat moment. Dit is een oudere clip al. Dit is al een oudere clip. Laat maar op. Deze guy wordt live geband in de stream. Deze ken ik ook al inderdaad. Omdat deze clip ook heel vaak vijf is gegaan. Laat maar op. Hij wordt dadelijk opeens uit de game gekickt. Opeens wordt hij uit de game gekickt. En dan is zijn account gewoon weg. Ja, hier gaat hij. Kijk. Daar gaat zijn account. Daar gaat zijn account, boys. Laat maar op. En dan staat er dadelijk opeens in beeld dat hij geband is. Laat maar op. Hold up. Ja, a problem occurred. You have been permanently banned from the Fortnite servers. Damn, bro. En dat komt dus omdat hij geteamd heeft. Hij staat daar, daar staat dus cheating. Maar hij is dus geteamd met iemand die blijkbaar in zijn team zat van dat toernooi. En daardoor is hij dus geband. Dat gaat hij dadelijk ook uitleggen aan jullie. Maar dat is ook echt heel bizar. Dat is ook echt heel bizar dat dit live gebeurd is inderdaad. Volgens mij heeft hij daarna wel zijn account gewoon teruggekregen. So the rules not gonna be overturned. The adamant that this was a form of teaming. Ja. Which I guess it kind of was. Avoiding each other. Klopt. Je moet elkaar aan de push op dat soort events, maar dat deed hij niet. I know that every other team out there was doing it. They just weren't streaming it or got caught streaming it. Ja, hij is dus gepakt omdat hij gestreamd heeft. Want meerdere mensen deden dus. Hij was live en mensen vragen dat. Ja, dan gebeurt dat heel snel. Dan krijg je heel snel die ban. En dat hebben we nu gezien, want hij is geband helaas. Maar goed, ja. Het is niet slim. Hij schoot hem inderdaad. Dus had die andere guy eigenlijk ook wel, ja, geen moeten worden. Oh shit, dit is ninja. Turn op volume, jongens. Zet je geluid harder. Oké, dit is dus blijkbaar een hacker. Gaat hij emoten? Hij gaat niet emoten. Hold up. Hij is wel aan het bouwen, maar hij is niet zo heel goed in bouwen. Oké, wat gaat er gebeuren? Oh ja. De emote. Oké. En dan wordt hij gereport. Stream sniping. Oh nee. Ja. Are you serious, ninja? Ja, er is wel proof inderdaad, ja. Want inderdaad, er was inderdaad... Ja, oké, fair enough. Hij heeft wel een punt daar zo. Hij heeft daar inderdaad wel een punt. Er was wel een proof dat hij gestreamd werd inderdaad. Maar ja, oh jeetje. Om daar nou iemand voor te reporten. Want ik weet niet of hij live geband wordt in deze game. IC5, oké. Oké, als hij nu gaat leave, wil hij hem dus niet reporten. Duidelijk. Oké. Hij kan het natuurlijk gewoon met Epic Games overleggen. Hij kan natuurlijk Epic Games... Oh ja, hij kon natuurlijk direct met Epic Games overleggen. Maar de volgende keer is van Alex Remy Gamer. En alleen OG's kennen hem nog. En dit is de tijd in Fortnite
Let op, dit is de tijd in Fortnite dat je je teammates nog kon killen. Wat inhoudt dat als je dat te vaak deed, je ook geband kon worden. Let maar op, want ik denk dat hij wel eens je teammates gaat killen. Oh mijn god. Dit is echt een hele oude clip. Ik mis dit oude Fortnite, boys. Ik mis dit oude Fortnite. Let's go. Kijk eens aan. Oh shit. Pak die shoot inderdaad. Lekker, Alex heeft nou shoot. Maar ja, die hoeft hij niet in te nemen. Ja, heeft hij wel gedaan. Niet zo slim. Krijgt iemand dus muten? Oké. Okay. Wat gaat er gebeuren? Oh shit. Hij heeft me gekild. Nee! Waarom doe je dat? Waarom? Oh mijn god. Dit was wel een leuke tijd in Fortnite toen je teammates nog kon killen. Maar toen had je wel dit soort mensen die dit ook deden. Maar de vraag is, wordt Alex nu geband daardoor? Wordt hij nu geband daardoor? Want volgens mij wordt hij hier inderdaad door geband. Don't get triggered, dude. Hey, that's Billy. That's not Alex, that's Billy, bro. That's you guys. That's how you guys be. You guys be trolling all the time. Oké, okay, dus hij zegt niet tegen de chat dat ze niet boos mogen worden. Makes sense. Vind ik apart. I know, I forgot. I wasn't trying to team kill. It just, whenever that guy was like bandaging himself, my gun pointed at him and pulled the trigger. Slecht excuus. I don't know why. I said in the beginning I wasn't gonna do it. Slecht excuus. I don't know what happened, chat. I don't know what took over. Northeast. Slecht excuus. Oké, okay, we hebben nu Oh, there's two teams. Clips staan natuurlijk, sorry. Want deze clip ken ik ook. Ik heb heel veel clips gezien inderdaad, ja. Let op, dit wordt dadelijk echt heel apart. Wat hier gaat gebeuren wordt echt heel apart. Oké, okay, hij bouwt hier omhoog. Een van zijn teammates wordt namelijk gekickt uit de game. En vervolgens krijgt hij de melding dat hij gebanhammerd is. En voor mij is dat Bazinga inderdaad. Volgens mij is dat Bazinga hier. Fixer gaat hier echt keihard, killt iedereen die er maar te killen is. Kijk eens aan, die pakt hem er nog bij. Boys, I'm an animal. Ja, die ging goed. Voor mij gaat het gaat nu bijna gebeuren, volgens mij. Het gaat nu bijna gebeuren. Ik heb deze clip laatst een keer gezien. Toen ik aan het kijken wat ik deze video wil uploaden. Kijk. Daar is die glitch. Het is inderdaad Bazinga. Oké, het gaat dadelijk gebeuren. We lost one. Ja, hier, Bazinga was stuck bij de banhammer. Juist. You got banned! Hoe dan? Hij deed niets verkeerd. Hij deed niets verkeerd, dames en heren. Helemaal niks. Hij was gewoon lekker aan het spelen met zijn maten. En werd daardoor gekild. Nou echt. Applaus voor Fortnite, jongens. Want toen was Fortnite natuurlijk nog niet echt heel ontwikkeld. Maar je ziet hoe het er hier uitzag. Dit was echt vrijwel aan het begin van de game. Maar goed. Om dan gewoon random geband te worden is best wel, best wel vervelend, kan ik begrijpen. Hallo, je doet niks verkeerd en je wordt een beetje geband. Dat is vervelend. Ja, ik snap natuurlijk wel dat als je een van de hacker bent, dat ze dan natuurlijk wel bannen. Maar dit slaat echt helemaal nergens op. Dit slaat echt helemaal nergens op. Oké, we hebben nu een clip van LEA. Oh jee. Ja, oké. Dat had je inderdaad ook. Mensen die teamen inderdaad. Are you serious? Dat is ook, dat die had je er ook bij. I have never come up against teamers in my life. And now, potentially, ik heb er wel eens een paar meegemaakt als ik eerlijk moet zijn. Oké, pak je. Oh shit. Pak je ding. Oké, je moet gewoon goed inbouwen. Er zit daar denk ik niemand in hoor. Oh. Er zit daar wel iemand in. Laat ze naar buiten pushen. Hij moet eigenlijk gewoon naar buiten pushen. That could work. Dit is nu dat ook nog echt wel lang geleden hoor. Dit is ook best wel een oude Fortnite. Ik heb nog een paarse tactical. Als er nu een paarse tactical in de game zou zitten, jongens. Oh, lekker, hij heeft er één gepakt. Let's go, er zijn nog twee mensen over. Heavy shotgun. Er zijn nog twee mensen over. Out of their base, guys. Ja, hij heeft nu wel een dag. Oh, shit. Hij gaat ze pushen. Hij gaat ze pushen, maar gaat hij ze overleden? Nou, gaat hij ze overleven? Ja, het zijn quick builders. Oh, dat heette toen zo. Ja, quick builders. Lol. Kijk eens aan. Okay. Hij wordt oud beeld. Oh, de 90s. Besef hoe hard de 90s crack werden. Oh, dat is een goede hit. Oké, push hem, push hem, push hem. Je had hem jij moeten pushen. Ow. Hij had hier gepusht moeten worden. Oh, he's screwed. Oh, you're screwed, buddy. Come out. Pak hem. Oh mijn god, daar gaat hij dood. Oh mijn god. Hij had hem daar al moeten hebben. Hij had hem daar al moeten hebben. Het is een 1 tegen 1 nu, maar ja, hij is zo weak. En dat gaat hij natuurlijk nooit winnen. Kijk maar. No! Helaas. Dit kan je natuurlijk amper winnen. Trust me, you cheater! Ja, dat is vervelend. Oh, dit is een oude clip van Ninja. Dit is een oude clip van Ninja, dat is een teammate. Oh mijn god. Kijk, hij ziet hier niet dat het een teammate was. Let op, kijk. Dat is wel een enemy die daar zit. Dat is wel een enemy. Kijk, en hij komt nu als I killed my teammate. Oh my god. Niet slim, Ninja. I searched duos. Ja. Don't ban me. Daar ga je. I thought I queued squad.
Dat was niet slim, dames en heren. Dat is niet slim, want daardoor kon je inderdaad toen nog geband worden. Maar goed, dat waren de clips, dames en heren. Het waren heel veel oude clips. Want ja, toen was Fortnite natuurlijk nog een beetje onzeker met hoe het werkte met bannen. Moeten we hem wel bannen, moeten we hem niet bannen. Maar goed, ik hoop dat jullie er hebben van genoten. Laat even in de comments weten of jij ooit geband bent of ooit bij een hack in de lobby hebt gezeten. Ben ik wel benieuwd naar. En hoop ik jullie morgen weer te gaan zien bij een nieuwe video. Dus vergeet niet te abonneren, vergeet niet die like achter te laten. En dan zie ik jullie morgen weer, dames en heren. Dus bedankt voor het kijken. En zoals ik altijd zeg, later.